Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. En zoals jullie in de titel hebben kunnen zien, vandaag gaan we jullie laten zien waar je nou nog steeds Thunderkings kan kopen. Op de vorige shopvideo zijn heel veel vragen gekomen van kan je nou nog Thunderkings in Nederland kopen? Het kan nog wel, maar ze zijn net wel even iets anders dan voorheen. Dus we hebben even een paar importeurs erbij gepakt, eigenlijk bijna allemaal. En dan laten we jullie eigenlijk alle Thunderkings zien die je in Nederland dit jaar nog kan kopen. Als we er wat vergeten zijn, laat eventjes weten in de reacties. Voordat we gaan beginnen, jongens, like deze video sowieso eventjes. Abonneer op ons kanaal voor meer vuurwerkvideo's. Lijkt net of ik hem afsluit. Maar ja, jongens, we gaan nu beginnen. De eerste site die ik ervoor heb, dat is Rubro. En ja, we zitten dan tegelijkertijd ook nog even te kijken met wat van andere producten ze verkopen, zoals mooie cakebox en zo. Maar de Thunderkings staan een beetje naar onderen. Dit is de eerste, de Thunderking Turbo Edition. Ja, vroeger, 2013, 2014, kan ik me nog wel herinneren dat je deze Thunderkings ook nog kon kopen. Waren ze volgens mij 2 euro per pakje. We laten ook bij elke Thunderking eventjes een productvideo zien. Deze zijn de 6 stuks voor 6 euro. Dit is dan het videootje. Kijk, zoals jullie kunnen zien, deze geeft dus een knettereffectje en 2 hele kleine knalletjes eraan. Dit is een beetje het effect wat je veel al vaak gaat terugzien komen, omdat je natuurlijk niet heel veel meer kan meer met Thunderkings. Maar dit waren dus de Thunderking Turbo Edition. Gaan we nu door naar de volgende. De volgende zijn de Thunderking Jumbo Box XL en de Thunderking Bomber Box. Van 25 euro krijg je de 36. Nieuwe effecten, elke Thunderking is gelijk met 2 knallen, dus 40 naar 25. Dus even kijken hoe deze gaat, of die nou hetzelfde zijn als de vorige of niet. Volgens mij zijn deze gewoon hetzelfde. Ja, deze zijn eigenlijk gewoon hetzelfde. Nu ben ik toch wel benieuwd hoe die laatste dan eruit gaat zien. En de laatste is dan de Thunderking Bomber Box voor 15 euro. Krijg je er 50, krijg je er wel een stuk meer. Zullen dit dan tails zijn, zie ik al een beetje. Even kijken. Oh, dat was hem al. Dit is een knetter effectje. Misschien zitten er nog meerdere effecten in. Nog een knetter effectje. En dit is dan een tail. Kijk, je hebt dus dan verschillende soorten Thunderkings erin zitten. Dus een knetter mine en een tail. Dan gaan we nu door naar Weco en daar hebben ze 2 verschillende soorten Thunderkings. De eerste is de Crackling Thunder, 48 stuks. Dus even kijken naar de video, voor 25 euro. Nou, op de productievideo lijkt deze knetter wel even iets harder te gaan, maar in het echte dan moeten we dan even achterkomen door ze te testen. De volgende is dan de Thunder Twin, 6 stuks voor tientje. Ze zijn natuurlijk wel een stuk duurder geweest en volgens mij is het ook wel weer van de mine. Kijk, dan heb je dus nu een mine met 2 knallen. Dus voorheen had je wel wat meer variatie in de Thunderkings. Maar nu zijn het vooral tails. Ik heb er ook nog wat tussen gezien met een fluiteffectje eraan. Daar komen we zo meteen op. Maar ja, net zoals de afgelopen jaren is het niet meer. Vervolgens zetten we dan hierbij Vuurwerk Mania. Daar hebben ze de Big Shock Extra Loud voor 6 euro. Dan krijg je 6 stuks, dus 1 euro per stuk. Kijk, dit is dan weer een crackling mine met, 2 knalletjes erbij. Dan gaan we even kijken of die andere dan ook beter is. Mega Shock Bulk Box, 25 euro. Dan krijg je de 36. Zij willen ook omlabelingen met de Rubro en Vuurwerk Mania waarschijnlijk. Shock Mania Extreme Box, 7,50 euro, krijg je de 25. Zijn tot nu toe wel een van de goedkoopste. 25 in een doosje, nu voor een extreem lage prijs. Zegt dat wel. Kijk, deze geeft dan alleen een crackling mine. Nou, dat was dus Vuurwerk Mania. Gaan we nu door naar Vuurwerk Expert. En dit is vooral Broekhoff vuurwerk. En deze kunnen jullie nog herkennen van onze België video's. De Thunderking Crackling Mine. Deze kan je ook gewoon bij Balen kopen bij de Pyro Shop. En dan heb je ook nog de Thunderking Trickshot. Nou, je hebt ze dus in 20 stuks of 40 stuks. Dan krijg je dus iets korting. Kijk, deze geeft dus een rode mine. En 1 knal. Ik weet niet of dat mag, maar... Hij staat er in ieder geval tussen. Misschien gaan ze het nog uit. Dat heb ik ook nog wel vernomen van importeurs die zeiden van ja, sommige dingen die kunnen nog, illegaal wil ik niet zeggen, maar die kunnen nog afgewezen worden. En de Thunderking Crackling Mine, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel. Deze geeft best wel een goede mine, moet ik zeggen. Deze hebben we natuurlijk ook al een keer getest. Dus dit is echt wel sowieso een goede mine. Van die anderen weten natuurlijk niet, omdat we natuurlijk die nog nooit hebben getest. Vervolgens gaan we dan naar Magnum Fireworks. En ik sta dan even te kijken en ze verkopen hier ook nog gewoon een Mamma Mia Thunderking. Er staat geen productieversie van. Geen productvideo van. Maar dit zijn gewoon Raw Whistling Thunderkings met een heel mooi boeketje eraan. En dit mag natuurlijk altijd nog wel. Hè. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld de Mega Mine Thunderking. Hier zitten dan meerdere tubes in zo'n Thunderking. Kijk, deze heeft zoals jullie kunnen zien iets van 3, 4, 5 schoten ongeveer. Dus het is eigenlijk bijna een soort all-at-once cake. Maar ja, het wordt wel verkocht onder de Thunderking. Vervolgens hebben we hier de Thunderking Screen. Deze hebben wij al een keer getest. En zoals jullie hier kunnen zien bovenin heb je dan hier zo'n fluittubetje eraan. En er komen dan 2 lontjes. Eentje gaat de Thunderking in en eentje gaat die fluittube aan. En volgens mij fluit hij eerst en daarna komt die Thunderking.
Nou, volgens mij, dus het gaat wel tegelijkertijd af, maar die fluit die hoor je dus gewoon nog steeds op de grond. En dan gaat dus een knalletje de lucht in. Dit is hetzelfde als die Mega Mine. Deze is net iets kleiner volgens mij. Deze heeft volgens mij 3 schoten in de lucht. Die gaan in het goud. Voor 7 euro. En hier heb je nog ook van de Veen Vuurwerk Thunder Kings 40 stuks. En je merkt toch wel, kijk, dat het allemaal wel een beetje hetzelfde is geworden. Want hier heb je bijvoorbeeld weer een rode mine met 2 knalletjes eraan. Voor 15,40 euro 40 stuks valt op zich wel mee qua prijzen. Maar dit effect hebben we al wel vaker gezien. Trickshots heb je ook nog, die hebben we al gehad. Thunder King Mine, of de Crackling Mine, die hebben we de vorige keer ook al behandeld. Thunder King Crackling Mortar 4 stuks voor 2 euro, dus 5% per stuk. En dit is een beetje wel te vergelijken met die Thunder King Crackling Mine. Deze zijn volgens mij gewoon hetzelfde. Ik ga hem deze nog even pakken, de Thunder King Dubbel 2.0 pack 4 stuks. Hier staat er geen productievideo bij, maar zoals jullie kunnen zien is het niet echt een single shot, maar het is een dubbele Thunder King, oftewel een dubbel shot. Dan gaan we nu door naar... Intratuin, oftewel China Red. Deze hebben we in de vorige bestelvideo natuurlijk ook al behandeld. Dan heb je hier de Fat Bastards. Dat is een grote wolk met crackling, 12 stuks. Dus dit is weer een Thunder King met zo'n crackling staart. Nou, en hier, kijk, de productievideo kunnen jullie al zien dat die redelijk hoog gaat. Want hier staat het mannetje en zo hoog gaat het knettereffect. Ik weet niet of het in het echt ook zo is, maar we hebben hem sowieso al besteld. Dus dat gaan we sowieso testen. De Cool Bastards, de vernieuwde single shots met liefst 40 Thunder Kings, sorry. En dit zal dan wel weer een dubbele zijn ofzo. Oh, die, kijk, dit is een beetje hetzelfde dan denk ik als die scream die we in de vorige video of in de vorige site hebben gehad. Dat je dan zo'n klein fluitdingetje aan de zijkant hebt en vervolgens het ding omhoog gaat. Blow up heb ik nog niet gezien. Dit is geen Thunder King dit. Nee, het is een soort Knetter King zoals jullie kunnen zien. Nou, dit zijn dus de Thunder Kings die je dus bij de Intratuin kan kopen. Deze heb je natuurlijk ook nog. Dan doen we die ook nog eventjes erbij, want die hebben we ook nog niet gehad. Rode Mai met 2 knalletjes eraan. Vuurwerk totaal. Nou, het was even zoeken, maar we hebben ze gevonden. De Mine Kings. Dit zal dan weer ook wel weer met een mine zijn. We pakken ze gewoon eventjes allemaal mee. Oh, dit is wel een hele mooie, moet ik zeggen. Een soort van brocade effect met nog wat blauwe sterren volgens mij. Deze zijn wel vet. Als jullie ook kunnen vergelijken met de andere Thunder Kings die we net hebben gehad. Een keer wat anders is wel weer leuk. Het zijn de Mine Kings voor 6 euro, 4 stuks. Vervolgens hebben we dan hier de Crackling Shot Mine. Dit zullen dan wel weer gewoon die Thunder Kings zijn met een crackling staart eraan. Ja, precies. En volgens mij was het ook alweer bij Vuurwerk Totaal. Maar nogmaals jongens, zijn we wat Thunder Kings vergeten met een apart effect. Want we hebben wel verschillende effecten gezien. Maar ja, heb je nog een Thunder King die je kan herinneren met een mooie tail of zo eraan, zit dat dan zeker eventjes in de reacties. Vuurwerk Planet, oftewel Leslie. Hier heb je de Crazy Kings. 30 euro, de Kong Kong Single Shot Mine. En dan hebben we hier nog de Thunder Kong DD. Dat zal wel een dubbele knal zijn, denk ik dan. Nou, hier staat... even cookies accepteren. Eens even kijken. Kijk, dit is dan weer gewoon zo'n crackling mine met een dubbele knal. Dan hebben we hier de Crazy Kings. Oh, die ging niet helemaal goed volgens mij. Maar die kwam wel heel erg laag. Hè? Zo. Maar ja, dat zie je dus heel veel. En dan hebben we er nog eentje volgens mij. Dat was dan de King Kongs. Dit is dan een mine, hier ben ik wel benieuwd naar. Of het nou een gekleurde mine is of niet. 40 stuks voor een tientje. Maar die geeft dus ook gewoon een crackling effect. En dan als laatste jongens hebben we hier nog van TP Vuurwerk de Thunder King 3.0. 8,95 euro voor 5 stuks. En die geeft dan een rode mine weer met 2 knalletjes. Ja, je hebt heel veel verschillende Thunder Kings zoals jullie wellicht hebben kunnen zien. Maar ja, de effecten zijn natuurlijk wel veel minder. Zoals eerst had je in 2019 had je de Evo Tails, je had de Eccentric Single Shots, Cometenbompen, noem het dan maar op. Maar ja, importeurs proberen toch een goede manier te verzinnen om toch nog Thunder Kings te kunnen verkopen. Door er bijvoorbeeld een mine van te maken of een dubbele knal erin te maken. Jongens, vonden jullie dit nou een leuke video? Zorg dan eventjes dat je abonneert en dan zie ik jullie weer terug bij de volgende video.